Welkom bij weer een nieuwe aflevering van TNO Draait Door. We hebben hier aan tafel drie gasten. De Nao, waar we zo meteen nog veel meer van zullen horen. En natuurlijk de heer Extrinsicus en de mevrouw Prunus Papus. Mevrouw Prunus Papus. Ik heb begrepen dat u een nieuw boek uitgebracht heeft. Oh, niet? Oh, wat was het dan? Een film. Ah, oké. Okay. Kunt u daar misschien wat meer over vertellen? Goh, ja. Interessant. Ja. En uw belangrijkste tegenspeler, de heer Piepers Papers. Ik begrijp dat er nogal een ladiesman was, klopt dat? Oh. Nou, ja, nee, met Aantje wel, ja. Nee, oké, nou mooi. Ik ga hem zeker kijken in de bioscoop binnenkort, in première. En dank u wel. En de heer Extrinsicus. Er is nog wat ophef ontstaan na uw recente uitspraken. Over de rol van mensen in de zorg. Kunt u daar misschien wat toelichting op geven? Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, je kunt begrijpen dat niet iedereen er zo over denkt. U heeft ook, begreep ik, een aantal rechtszaken zijn er ondertussen aangespannen. Klopt dat? Ja? Oh, oké. Okay. U ziet dat met vertrouwen tegemoet. Ja, ik hoop dat het allemaal goed komt. Ja, nou veel succes daarmee. En we gaan door met de volgende gast. Nou, Lola, hier aan tafel aangeschoven om iets meer te vertellen over robots in de zorg, begreep ik. Of om wat te laten zien. Hi, zo. Je bent ook geen kleine jongen, hè? Hi, ja. Ik weet nauwelijks wat ik je moet vragen, maar hoe is het met je? Goed? Ah, nou mooi, blij om te horen. En heb je er een beetje zin in om in wat ze allemaal voor je bedacht hebben? Ja, nou, dat is mooi. En ik begrijp dat je ook al emoties kan tonen, is dat zo? Ja? Aha. En ja, hoe ziet dat dan erop uit? Hoe kun je eens laten zien als je boos bent? Hoe dat er dan eruit ziet? Oh. Oh jee. Ja, nee, ik zie het. Ik schrik ervan. Ik zal nog op mijn woorden passen. Ja. Maar je bent nu toch niet echt boos, hè? Nee, ik ook niet. Ja. Ja, en ik heb begrepen van je baas dat je ook nog wat leuke demo's kan geven van wat je allemaal kan. Klopt dat? Ja? Zou je bijvoorbeeld een leuk dansje kunnen doen? Kun je daar eens wat van laten zien? Ja? Oké, nou ik ben heel benieuwd. En ik zou zeggen, the floor is yours. Laat zien. Ik ben heel benieuwd. Door Godfried Boermans. Ik zit mij voor het vensterglas, om mogelijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee robots was. Dan kon ik samen spelen.